Dit is de LG Amerikaanse koelkast, de GSL325NSCV. Dit is een ruime koelkast met RVS-deuren en een ijsdispenser. De specificaties van deze GSL325NSCV. De inhoud van het koelgedeelte is 346 liter. De inhoud van het vriesgedeelte is 162 liter. Hij heeft een hoogte van 175,3 centimeter. Hij heeft een breedte van 89,4 centimeter. Hij heeft een diepte van 73,1 centimeter. Hij heeft een energieklasse A+, wat inhoudt 10% zuiniger dan A. Deze LG Amerikaanse koelkast heeft een verbruik van 442 kilowatt per jaar. En dat is omgerekend €97 per jaar aan verbruik. Verder heeft hij een Fresh Zone, heeft hij een lineaire compressor met 10 jaar garantie en hij heeft no frost en uiteraard een waterijsdispenser. Deze LG koelkast maakt gebruik van een lineaire compressor, dat is namelijk de motor van deze koelkast. Ten opzichte van een normale compressor heeft hij minder bewegende delen, daardoor is hij stiller, zuiniger en gaat hij langer mee en geeft zowel 10 jaar garantie op deze compressor. Deze LG koelkast heeft total no frost, met andere woorden geen ijsvorming. En dit no frost heeft een aantal voordelen. Namelijk, je hoeft hem nooit meer te ontdooien, je producten blijven langer vers, de temperatuur in je koelkast is beter verdeeld en het werkt ook nog eens energiebesparend. De kleur van deze Amerikaanse koelkast heeft RVS-deuren en RVS-hendels en de zijkant van de koelkast is grijs. De bediening van deze Amerikaanse koelkast heeft Express Freeze, wat inhoudt mocht je nou net boodschappen gedaan hebben en die erin hebben gezet, dan geeft hij eventjes wat extra kracht om ze zo snel mogelijk te koelen, zodat het langer vers blijft. Je kan het vriezergedeelte kan je zelf instellen van min 24 graden. Tot min 14 graden. Je kan het normale koelkastgedeelte kan je instellen van 1 tot en met 7 graden. Je kan het licht kan je aanzetten. En als het filter vervangen moet worden, dan geeft hij dat hier ook aan. Dan kan je nog kiezen tussen ijsblokjes, water of crushed ijs. Dat kunnen we hier kiezen. Die kleine blokjes is crushed ijs. Het midden is water en aan de bovenkant is ijsklontjes. En mocht je het dan ook willen vragen, dan zet je het glas tegen de achterkant aan en komt hij met het gegeven product. Het koelgedeelte heeft een inhoud van 346 liter met 1, 2, 3, 4 plateaus. Nou, deze plateaus kan je ook van hoogte uiteraard veranderen. En hij heeft daaronder ook nog twee lades. De onderste lade, het staat er ook op, heeft die Fresh Zone. Dat is tegen de 0 graden, dus als je hierin je vlees en je vis doet, dan blijft dat zo lang mogelijk vers. De deur heeft 1, 2, 3, 4, 5 opbergvakken, waaraan de bovenkant met een luikje. En bij de deur kun je ook zelf de hoogte instellen. Hij heeft de LED-verlichting ook goed aan de voorkant zitten, dus als die helemaal vol staat, heb je in ieder geval goed licht. Dan pakken we even het vriesgedeelte. Die heeft een inhoud van 162 liter en hierbovenin zit de ijsdispenser. Hij heeft 1, 2, 3 plateaus met 1, 2 opbergbakken en in de deur zitten er nog 1, 2, 3 kleine vakjes. En daarbovenin nog 1, dat is dus 4. En om de ijs- en de waterdispenser te gebruiken, moet die natuurlijk worden aangesloten met watertoevoer. Dat doen we onder deze rechtsonder, halen we het nippeltje eraf. Daar sluiten we deze slang op aan en die sluiten we dan aan op de kraan met het nippel wat ook meegeleverd is. Vergeet er niet een filter tussen te zetten. Wij raden het aan één keer per jaar dat filter te vervangen. Maar hij geeft het ook aan op de deur wanneer het nodig is. En mocht je er nog zo eentje nodig hebben, hebben wij dat natuurlijk bij de accessoires bij ons in de winkel.